Ik heb ook theatervoorstellingen en zo. En ook, maar ook als ik schrijf, probeer ik niet te doen of ik degene ben die het weet. Dus je gaat gezamenlijk ook met je publiek op zoek. En het is dan van, als je verschrijft, is het fantasie, want het publiek is er niet. Maar je gaat dus niet op je knieën en je gaat ook niet uitleggen wat je ontdekt hebt. Maar je schrijft mee met je ontdekking. Dat proces, dat is eigenlijk de hele truc. Dus als je, ook al als je voor mensen staat of voor leerlingen of wat dan ook. Je moet op je eigen nieuwsgierigheid draaien. En niet vanuit het idee van, ik weet iets en dat ga ik die arme kinderen nu allemaal voorhouden. Kan ook, maar is gewoon minder leuk. En plus dat je hen ook niet als een bron ziet voor nieuwe ontdekkingen. Wat ze ongetwijfeld zijn als je die deur openzet.